De familie en vrienden van Hassan, een gastarbeider in Nederland, praten over maatschappelijke situaties in hun land. De band is opgenomen op de binnenplaats van een huis in de stad Gaziantep, een volledig Turkse stad die circa 500.000 inwoners telt. Ja. Zou u een vraag willen stellen? Hoe zijn na de laatste wereldoorlog de ontwikkelingen in Turkije geweest? Wat zijn uw ideeën daarover? Nou ja, er is geen werkgelegenheid, alles is duur. Er leefden hier ongeveer 10 miljoen mensen, er zijn meer mensen gekomen. De economie is slecht, Zou het niet beter zijn als de kern van de goed geschoolde arbeiders in Turkije zou blijven werken? Waarom gaan ze naar het buitenland? Omdat we arm zijn. Omdat er voor de arbeiders in Turkije geen werkgelegenheid is. We hebben niet genoeg fabrieken. Er is geen werkgelegenheid. Daar komt bij, effendim, als je een diploma hebt gehaald, dan geeft de staat je geen werk. Dan heb je relaties nodig. In Turkije... Als ik... Hoe zou ik dan naar Holland moeten? Weet u, effendim, een man werkt. Hij maakt flinke kosten. Als u nu wat langzamer praat, dan kan hij het beter verstaan. Hij zoekt hier werk. Hij heeft een hogere opleiding gehad. Maar daar staat niet tegenover dat ze hem ook werk geven. Wat er ook gebeurt, hij heeft relaties nodig. En zo'n kruiwagen, nou ja, jij kan die vinden, ik kan het niet. Ik vind hem en mijn kameraad kan dat niet. Turkije is een heel groot land. Alles moet hier mogelijk zijn. Waardoor is het zo geworden zoals het nu is? Onze regering doet niets. Er is geen regering. Er is geen regering. Er bestaat hier een wet. Als een van onze landgenoten vooruit komt, als hij ook maar iets van zich laat horen, krijgt hij onmiddellijk hardhandig op zijn kop. Dat kan je niet doen. Goed, hoe moet dat dan in de toekomst gaan? Want ik heb in de krant gelezen dat tegen het jaar 2000 is het, de bevolking van Turkije 80 miljoen mensen zal tellen. En onze landgenoten kunnen niet altijd in het buitenland blijven gaan werken. Hoe moet dat dan? Zullen tegen die tijd die moeilijkheden niet groter worden? Tegen die tijd? Wij hebben hier grote ontwikkelingsmogelijkheden. Heel veel. Nu al. Nu al is dat de reden dat de regering bezig is de belasting te verhogen, om de zware industrie met kracht aan te pakken. Om te zorgen dat onze landgenoten niet zonder werk blijven. Om de werkgelegenheid te vergroten, om oliebronnen aan te boren, om vliegtuigfabrieken te bouwen, om fabrieken voor tanks te bouwen, vrachtwagens, tractoren, dat wil zeggen al die dingen waar behoefte aan is. Dat is onze eigen taak, onze verantwoordelijkheid. Ja, dat begrijp ik. U bedoelt, onze regering houdt zich met deze dingen al bezig. Ja, dat doen ze. Kom, kom, kom. Salam aleikum. Aleikum salam. Zijn ze nu aan het filmen? Ga zitten. Hij filmt. Zet die stoel daar neer. Ga zitten. Nee, moedertje, ik blijf hier zo staan. Ga zitten, ik sta hier. Hij filmt nu. Laat ze me filmen. Luister, Hassana, het zat toen zo. Jij had mij opgebeld, jij had me een keer opgebeld. Plotseling daarna ben ik met vakantie gegaan. Ik had je gezegd dat ik in de herfst een keer naar je toe wilde komen, maar toevallig was ik voor controle bij de dokter. En van die dokter heb ik 2 maanden verlof gekregen. Toen ben ik hierheen gekomen. En nu zijn we hier aan het werk. Ik werk nu hier. Ik hoop dat het jou daar goed gaat met je werk. Met je verwanten en familie hier gaat het uitstekend. Nouria werkt weer in een eethuis. Ahmed gaat door met lesgeven. Wij komen binnenkort weer naar Holland. Met onze olijven is het dit jaar slecht. We zijn nu bezig met de pistacheoogst. En je broer Mehmet verkoopt watermeloenen. Ja, hij verkoopt watermeloenen. Onze rijken hier zijn heel rijk. Onze armen zijn heel arm. Dat koffiehuis van ons is ook heel klein. Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met jullie? Als ze de vermogensaangifte van de rijken eens zouden onderzoeken. Wij worden ook arm omdat ze bij de rijken niets onderzoeken. Zo worden de rijken steeds rijker, de armen worden steeds armer. Maar hoe moet dat gedaan worden? Dat verschil tussen de rijken en armen opheffen. Ze dichter bij elkaar te brengen, zoals u zegt. Wordt er dan een controlemechanisme ingesteld? Dat zal op deze manier gaan. De staat zal vergunning verstrekken aan de rijken. Er zijn op het ogenblik bij ons zoveel rijken, die kunnen ieder op zich een vliegtuigfabriek opzeggen.
Alles. Die rijken moeten uitgenodigd worden om aan de slag te gaan. Uitgenodigd worden om zich te verenigen. Jullie zijn vrij om met z'n drieën en vieren samen te gaan. Zet de fabriek op die jullie willen. We geven jullie hulp, maar zetten jullie dan je landgenoot aan het werk. Is dat niet een beetje gevaarlijk? Als al die rijken onder elkaar samengaan, zou dat de kloof vergroten of verkleinen? Wat denkt u daar zelf van? Dat, Vendim, zal die kloof niet vergroten. De reden is dat vier patroons moeten samengaan en een fabriek oprichten. Laten we eens kijken. Kijk nu eens goed bij ons. Laat ik nog eens zeggen, bij ons zijn er rijken die 5, 10 miljard bezitten. Vele. Maar wat voor goeds brengt dat de natie? Wat voor goeds brengt dat de staat? Dat betekent dus niets voor de armen. De rijken kennen geen enkele goedheid tegenover de armen. Integendeel, ze willen ze uitbijten. Om die reden blijft de natie arm. Ja, maar ik vraag me het volgende af. In Holland en de andere landen van West-Europa zijn een groot aantal van onze arbeiders aan het werk. Ja. Die arbeiders van ons komen naar Holland en die andere landen voor een beperkte periode. De meeste van hen zeggen, we werken daar 1, 2 jaar en als we een bepaald bedrag verdiend hebben, dan willen we weer terug naar ons eigen land. Ja. Nu vraag ik me het volgende af. Als diegenen die naar Turkije terugkomen zich met elkaar zouden verenigen en hun geld in een of andere winstgevende onderneming zouden investeren in plaats van het te steken in koop en verkoop van appartementen. Maar dat doen ze niet, dat doen ze niet. Iedereen wil met zijn eigen mogelijkheden zich van inkomsten verzekeren en steekt het in een winkel of in een huis of een stuk land. Iedereen werkt voor zijn eigen zak en doet niets voor de armen. Dan zou ik dit nog willen begrijpen. Het komt hierop neer. Hoe gaat Turkije uit het volgende probleem komen? De meeste bekwame Turkse arbeiders werken veelal in andere landen. En nu zegt van hen dat maar een heel klein deel terugkeert. Hoe moet Turkije die moeilijke situatie gaan oplossen? Wat hun komst naar hier betreft, als er in Turkije een behoorlijke industrialisatie zou komen, waarbij ook sprake zou zijn van normale lonen en een situatie waarin ze weer terug zouden komen. Als ze dan de beschikking zouden krijgen over hun recht als arbeiders, dan zouden ze zeker uit zichzelf terugkomen. Ja, dat zal zeker zo zijn als Turkije industrialiseert en snel industrialiseert. Dan zou voor degenen die nu in het buitenland werken, als ze alle gelegenheid kregen, en dat zeker zo zou zijn, dan zouden ze zeker ook terugkomen. Maar bestaat er op dit ogenblik een beweging in die richting? Op dit ogenblik bestaat zo'n situatie. Ja, die bestaat wel, maar op de volgende manier. Onze Turkse landgenoten werken daar, zoals ik ook. Als wij van de kant van de staat, als er een regering was die de deviezen onder controle had, met een leider aan het hoofd van de regering. Op dit ogenblik zijn er ongeveer meer dan 1 miljoen van onze arbeiders in het buitenland. Die maken natuurlijk deviezen over naar Turkije. Als iedereen, iedere dag, 1 mark naar Turkije stuurt, dan is dat 1 miljoen mark. Maar wat betreft de houding van onze autoriteiten, de arbeiders willen dus helaas ook geen koerush meer opsturen. En wat mijzelf persoonlijk betreft, ik ben er hetzelfde in. Dat is voor Turkije heel slecht. Het is slecht en het zal nog slechter worden. Als dat geld steeds minder wordt, betekent dat dat Turkije op veel moeilijkheden gaat stuiten bij het tot stand brengen van een industrie. Dat hebben wij al veel eerder gezegd. Voor alles is het voor de staat nodig dat er een staatsman komt. Iemand die kan besturen, een dictator, een dictator, een staatsman, ja, een staatsman. Dat is nodig. Kijk, als ze bij onze grens binnenkomen met een cassette recorder of een kleed bij ons hebben of andere goederen waarop invoerrechten betaald moeten worden, dan geeft de ambtenaar daarvoor geen bon af om het zelf in zijn zak te steken. In plaats van die 200 gulden neemt hij van ons 50 gulden om in zijn eigen zak te steken. Dat doet hij voor zijn eigen voordeel en ook mijn voordeel. Wat heeft de staat daarvoor profijt van? Wat heeft de schatkist daarvoor profijt van? Alleen die ambtenaar en ik hebben er profijt van. Om dat te voorkomen hebben we een harde, krachtige regering nodig. Die, zodra ze dat horen, die man aan een touw ophangt. Die hem eruit gooit, zodat hij nooit meer als ambtenaar zal werken. Denken jullie alle zoals hij over deze situatie? Luister, Effendi, onze kameraad heeft gelijk. Natuurlijk, onze kameraad heeft gelijk. We klagen nu voortdurend over die toestand. Ja, het is onze natie. Het is niet goed over je eigen land te klagen. Maar als het gaat om een onrechtvaardige zaak, moet je toch aanklagen. Voor zover ik het begrijp, zijn er in Turkije al sinds tamelijk lange tijd zulke moeilijke omstandigheden. En u zegt dat er daarom een wijze, slimme, krachtige man nodig is. Wie is volgens u die man? Hoe zal die komen?
Daar zitten we voortdurend op te wachten. Iemand die niet van de militairen komt, kan daar nooit de bezem doorhalen. Als er een burger zou komen, die kunnen die troep nooit opruimen. Bij Effendi zegt dat deze problemen alleen door een militair opgelost kunnen worden. Denkt u daar ook zo over? Die vraag willen we u stellen. Natuurlijk, natuurlijk. Daar denken we alle precies hetzelfde over.